Ja, vrienden, dit is de luchthaven van Bologna. En Jut en ik, kijk, hier staat ze. Ja, we gaan weer op reis. Ja, door Italië heen. De Umbrië, daar beginnen we, geloof ik. En we gaan zo eventjes op zoek. Kijk, want daar staan we dan. Bij de huurauto's. Dus we gaan zo op zoek naar de auto. Hier zijn we dan. Hier, dit is de auto. Kijk, hier. Hoe vind je hem? Ja. Wat is het voor auto, schat? Wat is het? Een Seat. Een Seat. We krijgen een Seat, vrienden, dit keer. Ja, dit is hem. Kijk. Dit is hem. Daar gaan we mee op pad. Ja. Op weg naar nieuwe avonturen, vrienden. Ja, kijk, daar zit ze weer. Ja, achter het stuur. Reisbureau. Je hebt alles weer helemaal uitgestippeld. Want we zouden eigenlijk naar Umbrië gaan en dan naar Marken. Maar Marken, jullie zullen het wel gezien hebben. Dat staat helemaal onder water, overstromingen. Dus dat moesten we allemaal afzeggen. En we hebben die reis helemaal om moeten boeken, helemaal de andere kant op. Nou ja, goed, dat gaan jullie vanzelf zien. Belangrijk deze tip is dat ik wil dit keer een echte Italiaanse, niet zoals deze, want deze komt uit de supermarkt. Die heb je toen voor me gekocht, geloof ik, voor 25 euro. Nee, ik wil een echte Italiaanse bodywarmer, vrienden. Ja, dat wordt de inzet van deze reis. En we gaan nu onderweg naar het dorpje Montepulciano. Vrienden, daar staan we dan. Ja, hier, kijk. Kijk hier. Ja. Circus. Kijk, hoeveel Italiaans circus wil je hebben? Ja, we zijn aangekomen. Ja, in het hotel. Ja. Dus dat, kijk. Ja. Kijk, daar gaat hij. Ja, dik in orde. Ja, en hier gaan we dus slapen. Zeg hallo. Buonasera, ja. Hola Nederlanders. Kijk, is het even dik in orde, jongens. Nou goed, vrienden, morgen ga ik jullie het dorpje laten zien. Want ik heb al wat mooie straatjes gezien en noem het allemaal op, mooie oude gebouwen. Dus dat ga ik jullie morgen allemaal laten zien. Dan Montepulciano. Oké, nou, a domani.